In de komende opdracht ga je bezig met kritisch denken. In dit filmpje wordt uitgelegd wat kritisch denken betekent en welke denkvalkuilen en redeneerfouten soms ontstaan. Kijk en luister naar deze instructiefilm. Sla geen onderdeel over. Als het tempo te snel is, kun je de instructie stoppen of een deel opnieuw bekijken. Gebruik daarvoor de balk onder deze instructiefilm. De inhoud van deze instructie is als volgt. Kritisch denken. Wat is dat? Waarom is het belangrijk? Wat heb je ervoor nodig? En welke denkvalkuilen zijn er? Kritisch denken betekent dat je redeneert en reflecteert voordat je een standpunt inneemt of besluit hoe te handelen. Het gaat er dus om dat je wel overwogen een beslissing neemt. Een kritisch denker is helder, precies, logisch en consistent in zijn denken. Een kritisch denker zoekt naar voldoende bewijs, zoals feiten en cijfers, die een standpunt kunnen ondersteunen. En, heel belangrijk, een kritisch denker is vrij van vooroordelen. Kritisch denken ontwikkelt zich niet vanzelf, maar je kunt het wel leren. Veel dingen in ons leven doen we op de automatische piloot. Als kind hebben we bijvoorbeeld geleerd hoe je een straat moet oversteken. Dan kijk je eerst naar links en dan naar rechts en dan nogmaals naar links. Dit gaat nu snel en makkelijk. Dankzij de automatische piloot kunnen we zo in veel situaties snel reageren. Maar bij nieuwe complexe problemen kunnen we op de automatische piloot niet altijd tot de beste beslissing komen. We zouden de maan wellicht nooit hebben bereikt zonder kritisch te denken. Bovendien kan de automatische pilootstand tot vervormingen in het denken en tot vergissingen leiden. Het onderschatten van je problemen of het maken van redeneerfouten zijn daar voorbeelden van. We komen hier zo dadelijk op terug. Kritisch denken kost dus moeite en het vergt inspanning. Wat heb je nodig om kritisch te denken? Twee aspecten zijn hierbij belangrijk. Je houding en je vaardigheden. We zullen deze nu uitleggen. Je houding is de basis. Je motivatie om door te denken en te reflecteren is doorslaggevend bij kritisch denken. Het gaat hierbij om intellectuele nieuwsgierigheid, dat is bereid zijn om informatie volledig te willen begrijpen, onbevooroordeeld zijn, dus bereid zijn je ideeën te veranderen, en kritisch te kunnen zijn naar jezelf. Naast een goede houding moet je ook over een aantal vaardigheden beschikken die helpen bij kritisch denken. In dit filmpje zoomen we in op twee belangrijke basisvaardigheden: logisch redeneren en kansinschatting. Als eerste vertellen wij iets over een vorm van logisch redeneren. Vervolgens zullen wij ook een voorbeeld van een denkvalkuil geven die voor kan komen bij inschatten van kansen. Logisch redeneren gaat over het trekken van de juiste conclusies uit de gegeven informatie die je hebt. Vaak maken mensen hier fouten in, omdat zij de neiging hebben om een conclusie te baseren op basis van hun eigen overtuigingen, zoals bijvoorbeeld vooroordelen. Dit doen zij in plaats van op basis van wat logisch is. Met behulp van de logica-regels kun je bepalen wat goede, geldige redeneringen zijn en wat slechte, ongeldige redeneringen zijn. Een voorbeeld. Als je een skileraar bent, dan heb je een baan. Dit is een voorwaardelijke redenering. Mensen maken constant voorwaardelijke redeneringen. Je kan heel goed herkennen wat een voorwaardelijke redenering is, want meestal staan ze in de vorm van als P, dan Q. Hier is P het zogenoemde antecedent. Een makkelijke manier om het antecedent te herkennen is door te onthouden dat het antecedent altijd na het woord als komt. Q is hier de consequentie. De consequentie komt altijd na het woord dan. Dit is makkelijk te onthouden omdat Q volgt na P in het alfabet. Laten we het nog eens een voorbeeld bekijken. Iemand zegt jou, als je een skileraar bent, dan heb je een baan. En vervolgens, Tim heeft een baan. In dit geval mogen we niet concluderen dat Tim een skileraar is. Enkel omdat we weten dat Tim een baan heeft, betekent dat niet meteen dat hij een skileraar is. Dat weet je nog helemaal niet.
Misschien is hij wel een schoonmaker of een dirigent. In het voorbeeld wordt de consequentie herhaald, namelijk het hebben van een baan. Dit betekent niet meteen dat het antecedent, namelijk een skileraar zijn, waar is. Dit is dus een ongeldige redenering. Als bij de tweede stelling het antecedent was herhaald, Tim is een skileraar, dan hadden we wel mogen concluderen dat Tim een baan heeft. Op deze manier lijkt de logica-regel misschien gemakkelijk, maar er zijn veel situaties waarin we hier de fout in gaan. Kijk eens naar het tweede voorbeeld. Stel, ik zeg jou, als je een popster bent, dan ben je rijk. En daarna zeg ik, Justin Bieber is rijk. Je weet misschien dat Justin Bieber een bekende popster is, maar je mag dat op basis van deze informatie niet concluderen. Op basis van deze informatie kan hij ook rijk zijn geworden door iets anders, misschien wel door het winnen van een loterij. Als er had gestaan, Justin Bieber is een bekende popster, dan had je wel mogen concluderen dat Justin Bieber rijk was. We zullen nu nog een redeneerfout behandelen aan de hand van het eerste voorbeeld. Stel, ik zeg jou dat Tim geen skileraar is, dan mag ik op basis van deze informatie niet concluderen dat hij geen baan heeft. Daar zegt de stelling helemaal niets over. Het kan goed zijn dat Tim geen skileraar is, maar wel een andere baan heeft als bijvoorbeeld schoonmaker of dirigent. Als je zegt dat Tim geen skileraar is, dan ontken je het antecedent. Dit betekent niet dat je de consequentie mag ontkennen, namelijk dat Tim geen baan heeft. Dit is dus ook een ongeldige redenering. Als bij de tweede stelling de consequentie was ontkend, namelijk Tim heeft geen baan, dan hadden we wel mogen concluderen dat Tim geen skileraar is, want alle skileraren hebben immers een baan. We geven nog een voorbeeld. Stel, als Lisa 's avonds koffie drinkt, dan heeft zij 's nachts slaapproblemen. Vervolgens zeggen we, Lisa drinkt vanavond geen koffie. Conclusie, Lisa heeft vanavond geen slaapproblemen. Op basis van deze informatie mogen we niet concluderen dat Lisa vanavond geen slaapproblemen heeft. De slaapproblemen zouden ook andere oorzaken kunnen hebben. Als er had gestaan, Lisa had vannacht geen slaapproblemen, dan hadden we wel kunnen zeggen dat Lisa geen koffie had gedronken. Dit klinkt misschien een beetje onlogisch, maar als we naar de eerste stelling kijken, klopt het wel. Als ze koffie drinkt, heeft ze slaapproblemen. Dus als er geen slaapproblemen zijn, kan zij ook geen koffie hebben gedronken. Samengevat, het antecedent mag je herhalen, maar niet ontkennen. De consequentie mag je juist niet herhalen, maar wel ontkennen. Tot zover de eerste basisvaardigheid logisch redeneren. We behandelen nu de tweede basisvaardigheid, kansinschatting. Ook bij het inschatten van kansen maken mensen regelmatig fouten. Kijk eens naar het volgende voorbeeld over Karin. Karin is 31 jaar. Ze is afgestudeerd in de filosofie en in haar studententijd voerde ze vaak actie tegen het broeikaseffect. Welke situatie vind je waarschijnlijker? Optie 1, Karin werkt bij een bank. Of optie 2, Karin werkt bij een bank en is actief in een milieubeweging. De meeste mensen zullen in deze opdracht onterecht voor optie 2 kiezen. Maar het correcte antwoord is in dit geval optie 1. We zullen uitleggen waarom. Gevraagd wordt naar de waarschijnlijkheid. Dit duidt op een kansinschatting. Je denkt misschien dat het waarschijnlijk is dat Karin niet alleen werkt als bankmedewerker, maar ook dat ze actief is in de milieubeweging. Maar dat is niet het geval. De statistische regel is namelijk, de kans dat twee uitkomsten samen voorkomen is altijd kleiner dan de kans dat één van deze uitkomsten zich voordoet. Dit kun je goed zien als je dit schema erbij tekent. Aan de linkerkant is de waarschijnlijkheid getekend dat Karin medewerker is bij de bank. In de rechtercirkel is te zien wat de kans is dat zij actief is bij de milieubeweging. Het donkergroene stukje in het midden laat de kans zien dat zij zowel bij de bank werkt als actief is in de milieubeweging. Dit donkergroene vakje is, zoals je ziet, kleiner dan de cirkel die de kans aangeeft
dat Karin een medewerker is van de bank. Belangrijk bij het inschatten van kansen is dus dat je rekening houdt met deze statistische regel. De kans dat twee uitkomsten samen voorkomen is altijd kleiner dan de kans dat één van deze uitkomsten zich voordoet. Samenvattend is in deze instructie over kritisch denken naar voren gekomen dat kritisch denken betekent dat je moet redeneren en reflecteren om tot een weloverwogen beslissing te komen. Kritisch denken vraagt om een open en zelfkritische houding. En tenslotte hebben we voorbeelden gegeven van denkfouten bij het logisch redeneren en een voorbeeld gegeven van een denkfout bij kansinschatting. We wensen je nog veel succes met de opdracht.